bij deze video. Vandaag weer een leuke testvideo. Ik ga de nieuwe Revolution in samenwerking met Sove collectie testen. Voor de mensen die Sove niet kennen, ze heet op YouTube en Instagram Sove Das Nails. Ik kende haar eerst ook niet. Ik heb haar dus ontdekt doordat ik haar steeds zag bij de Instagram van Revolution en zo. En toen ben ik op haar kanaal gegaan en toen heb ik letterlijk de hele dag al haar video's lopen kijken. Want ik vind haar echt heel leuk. Ze oogt heel jong. Maar ze is al 21 of zo. Maar echt, ze lijkt echt 16 of zo. En ik vind haar zo leuk. Ze is zo blij en ze doet het zo leuk. Dus ik raad je zeker aan om even naar haar te kijken. Maar in ieder geval, zij heeft al een collectie met Revolution. Maar dit is dus haar tweede. En ze heeft een oogschaduwpaletje uitgebracht. En ze heeft 3 lipsticks uitgebracht. Iedereen die mijn unboxing video heeft gezien, dus de video die hiervoor was, die heeft gezien dat ik dit allemaal heb gehad van beauty88.nl. Dus mocht je vandaag iets zien waarvan je denkt, hey, dit wil ik ook, ga dan even snel naar hier onder de video, naar de beschrijving. Want daar heb ik alles gezet met allemaal linkjes waar je gewoon op kunt klikken. En dan kun je gewoon meteen naar dat product. Ik verdien helemaal niks aan die linkjes. Ik plaats het gewoon voor jullie om ja, het snel te kunnen vinden. Ik heb ook nog een aantal andere producten van hen gehad. Ook van Makeup Revolution. Ze heette by the way geen Makeup Revolution meer. Ze heette gewoon Revolution. En ik ga die andere producten ook gewoon gelijk uitproberen. Dus als je hier benieuwd naar bent, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel door met de video. Nou, aangezien ik in een van mijn vorige video's had gevraagd of jullie de hele make-up look willen zien. Dus ook de gezichtsmake-up of echt alleen maar willen zien waar het over gaat. En iedereen heeft gestemd op alles willen zien. Laat ik nou voortaan alles zien en begin ik mijn intro zonder make-up. En dit komt vooral door één meisje. Die maakte een opmerking van begin je intro gewoon zonder make-up. Want voor de mensen die wel de make-up look al willen zien, die kunnen het ook al zien op de thumbnail. En toen dacht ik van ja, dat klopt. Dus dan is iedereen een beetje blij. De mensen die het al willen zien, kunnen het op de thumbnail zien. En de mensen die de look nog niet willen zien, die kunnen hem nou ook nog niet zien. Want de thumbnail is nooit echt super duidelijk. Dus je kunt het een beetje zien, maar ook weer niet. Dus vandaar dat ik het vandaag gewoon zo doe. Aangezien ik vandaag niks test van huidmake-up, gaan we hier gewoon even snel doorheen. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik gebruik hiervoor de By Kelsha primer. Deze is super fijn. I love deze. Vooral mensen, als je een vettige huid hebt, is deze heel fijn. Ook al heb ik een droge huid, maar ik vind hem alsnog fijn. Deze is by the way ook te koop bij beauty88.nl. Dan als foundation gebruik ik vandaag mijn Milani foundation in de kleur 03 light beige. Ik ga heel even mijn oorbellen uitdoen totdat ik klaar ben met mijn gezicht, want ze zitten echt zwaar in de weg. Ik weet niet of ik donkerder ben geworden of zo, maar deze kleur is nou wel te licht voor mij, joh. Dat is wel apart. Normaal, ja, trouwens, normaal is hij wel een beetje te licht, maar nu is hij wel echt te licht. En ik heb niet eens gezonnebrand niks of zo. Nou, dat wordt dan gewoon een beetje meer bronzen. Als concealer gebruik ik de Conceal & Define van Makeup Revolution in de kleur C5. En ik doe de concealer ook gelijk op mijn ogen, want dan heb ik ook gelijk een soort van oogschaduwprimer. Dan ga ik heel even snel met de Benefit Hoola bronzen mijn neus contouren. Dan pak ik mijn W7 bananenpoeder en daarmee ga ik baken. Oké, ik heb vandaag dus een witte trui aan. Ik draag nooit wit. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik weet wel waarom ik nou wit aan heb gedaan. Ik draag dus altijd zwart. Ja, in mijn video's heb ik ook altijd zwart aan. En dat doe ik omdat ik dan zeker weet dat het zal matchen met mijn ooglook. Want vaak als ik begin aan een video weet ik nog helemaal niet wat voor look ik ga maken. En als ik dan iets van een kleur aan heb, gaat het misschien vloeken. Dus vandaar dat ik gewoon altijd zwart aan doe. Just to be safe. Maar ik dacht, ik doe vandaag een keer wit aan. Dat vloekt ook nooit. Dat past ook gewoon altijd. En het is een keer wat anders dan zwart. Maar ik ben zo bang dat er make-up op gaat vallen en te bende wordt. Want ja, op witte kleding kun je dat altijd heel goed zien. Ik hoop dat het vandaag gewoon goed gaat. Want ik ga wel een beetje kleurrijke kleuren gebruiken. En dan breng ik nog wat Essence Brighten Up poeder aan onder mijn ogen. Oké, dan is de basis klaar. Meer dan dit ga ik nu nog niet doen met mijn gezicht. Ik ga nou eerst de ogen doen. Dus nu komt het leukste gedeelte. En dat is het paletje. Ik heb al echt helemaal de look in mijn hoofd. Ik heb het al helemaal bedacht. Hier achterop staan ook alle kleuren. Zijn er best wel veel. Het is een beetje een roze gold
verpakking. Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Hier staat ook Sove. Dat is dan gewoon, ja, de belichting hier komt er steeds op. Hier staat ook Sove. Ik weet niet waarom ik zo druk doe, maar oké. Hier staat dus Sove haar naam en dan X Revolution, dus in samenwerking. Voor mensen die echt een hele uitgebreide uitleg willen over dit paletje, ga dan even naar haar video. Want ze heeft er ook gewoon een video over gemaakt waar ze het heeft over alle kleuren en al die dingen. Dus ja, neem daar even een kijkje. Ik zal haar YouTube kanaal hier beneden in de beschrijving linken. Dan kun je hem gewoon snel vinden. Nou, dit is dan gewoon echt het paletje. Ook rose gold en ja, een soort van spiegel met ook weer haar naam erop. Net als op die verpakking. En dan achter is gewoon matte nude. Ik heb de kleuren al gezien bij de PR unboxing. Oh my god. Kijk hoe mooi. En je hebt ook een super grote spiegel. Die natuurlijk weer heel mijn troepie gaat laten zien. Dus ik hou hem zo vast. Hele mooie kleurtjes. Ze had ook in haar video verteld dat ze expres heeft gekozen voor kleuren die een beetje cool tone zijn. Maar ook warme kleuren. Dus ze heeft er een mooie mix van gemaakt. Ik persoonlijk vind het heel mooi. De twee kleuren die mij het meeste aanspreken zijn deze zilver en deze kleur. Dat die mij aanspreekt is heel raar. Want ik hou niet van dat soort kleuren. Maar ik vind hem er echt uitspringen in het paletje. Dus die ga ik ook gebruiken in deze make-up look. Dus ja, ik ga gewoon een mooie look maken hiermee. Ik hoop echt dat het gewoon allemaal goed blendt, goed is gepigmenteerd. Het is wel heel betaalbaar, by the way. Dit paletje is 10 euro, 11 euro, 10 euro, iets in die prijscategorie. En deze zijn iets rond de 5 euro. Dus het is allemaal super goedkoop. Even kijken met welke kleur ik ga beginnen. Ik ga beginnen met deze gele kleur. En die heet Vitamine C. En die ga ik gewoon zo in mijn arcadeboog doen als transitiekleur. Ik hoop dat die op mijn huidskleur wel een beetje te zien is. Want ik heb een vrij gele huidskleur. Dus dan valt geel nooit zo op. Jawel, ik kan hem wel zien. Gelukkig. Anders was de look echt verpest. Ik ga een beetje een soort van sunset make-up look maken. Dus een beetje warme kleuren. Maar ik ga die zilveren kleur ook erbij gooien. En daar heb ik al iets leuks voor bedacht. Nou, ik moet wel zeggen dat deze eerste kleur al heel goed blendt en gewoon goed gepigmenteerd is. Daar ben ik wel blij mee. Dan pak ik de kleur die ernaast zit. Dat is deze beetje oranje kleur en die heet Sweet and Sour. Nou, daar is gelijk heel veel pigment. Oké, pak daar niet te veel van. En dit doe ik dan een beetje onder de eerste kleur. Ja, je moet die nog wel blijven zien. Als je er helemaal overheen gaat, is die straks niet eens meer te zien. Ik wil gewoon dat het een beetje zo in elkaar overgaat. Dan pak ik weer een beetje van die eerste kleur. En daarmee ga ik weer een beetje over de rand heen. En dan blend ik het allemaal een beetje mooi samen. En dan pak ik weer die kleur Sweet and Sour. En dan breng ik die ook aan bij dit oog. Ik heb nou al iets minder gepakt, want de pigmentatie was best wel veel. En ik blijf weer een beetje onder die gele kleur. Dan pak ik weer een beetje van die gele kleur en daarmee ga ik het weer uitblenden. Nou, ik vind het heel mooi. Ik heb paletjes hier in Milaan die beter blenden dan dit paletje. Maar dan heb ik het ook over een paletje van 40 euro. En dit is een paletje van 10 euro. Dus om die met elkaar te vergelijken, daar gaat nergens over. Voor een paletje van 10 euro blendt die heel fijn. Ik ben altijd wel positief over Revolution. Want ik vind echt dat ze echt kwaliteit brengen voor zo'n lage prijs. And I love it. I love betaalbare make-up. Echt, zo ben ik mijn kanaal begonnen. En dat zal mijn kanaal altijd blijven. Al ben ik miljonair, ik ga nog steeds betaalbare make-up testen. Because I just love it. En ja, andere mensen ook. En als je iets meer te besteden hebt. Ik maak ook wel af en toe gewoon video's met wat duurdere producten. Dus ja, ik heb gewoon een beetje voor iedereen wel van alles. Maar over het algemeen hou ik gewoon van betaalbare make-up. Dan pak ik een van mijn favoriete kleuren. En dat is deze kleur. En die ga ik doen in de buitenste ooghoek. Dit is de kleur 21. De kleuren voelen ook echt heel creamy aan. Er is ook helemaal geen fallout. Dit dep ik zo op de buitenste ooghoek. Kijk hoeveel pigment, mensen. Dit is toch echt geweldig voor 10 euro. En dan pak ik weer die kwast van in het begin. En dan ga ik het in mijn crease uitblenden. Pak weer een heel klein beetje van die kleur. Echt een heel klein beetje. En daarmee ga ik het nog uitblenden om het wat makkelijker te laten uitblenden. Kijk hoe mooi dit blendt. Kijk hoe mooi die drie kleuren hier in elkaar zijn geblend. Ik vind blending altijd heel belangrijk. Ik wil altijd dat het makkelijk blendt.
Want niemand heeft tijd om een uur lang te blenden. Dus ook al is het betaalbaar, dan wil ik gewoon alsnog dat het goed blendt. En dat doet hij tot nu toe wel, dus ik heb echt niks te klagen. En dan ga ik het hier ook zo uitblenden. Ik pak weer een heel klein beetje van die kleur. En dan blend ik het ook hier in mijn crease. Zo, nou ga ik een cut crease maken met mijn Catrice Concealer. Dit is in de kleur 015 Honey. Dit is ook gewoon echt mijn concealer kleur. En dan pak ik een platte synthetische kwast om dat mee te doen. Ik heb ook een tip voor jullie om de cut crease wat makkelijker te maken. Als je gewoon een beetje hier aanbrengt en dan zo omhoog kijkt en dan weer omlaag. Dan zie je precies waar je de cut crease moet maken. Dat is misschien wel handig voor jullie. Oké, nou is de cut crease gemaakt. Dan pak ik deze zilveren kleur. Die heet dus Infinity. En met een kleine afgesneden platte kwast ga ik zo een lijn maken met die kleur over mijn cut crease. En ik maak mijn kwast ook nat met, de Essence Setting Spray. En dan begin ik gewoon zo in het begin en dan tot ongeveer de helft. Zo, nou heb ik dus zo twee zilveren lijnen gezet. Ik heb ze ook best wel dicht gemaakt, gewoon hier in het begin. Dat heb ik allemaal expres gedaan, want dat vind ik wel mooi. Dan ga ik deze gouden kleur pakken, die heet La Sun. En daarmee ga ik op de rest van mijn ooglid. Oké, ik heb toch besloten dat ik de zilveren lijn iets meer doortrek tot aan het einde. Want dat lijkt me toch iets mooier. Nou heb ik mijn kwast niet nat gemaakt en ik heb dus echt gelijk fallout. Dus dit paletje heeft wel een beetje fallout als je je kwasten niet nat maakt met de glitterkleuren. Want dat had ik dus net niet. En nu ik gewoon even snel wilde bijwerken en dus mijn kwast niet nat heb gemaakt, valt er wel echt gelijk een beetje naar beneden. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Dan pak ik weer een beetje van die donkere kleur 21 en dan ga ik de buitenste ooghoek een beetje uitblenden. Zodat de twee kleuren gewoon mooi in elkaar blenden. Dan voor de onderste wimperrand ga ik eigenlijk gewoon precies dezelfde drie kleuren gebruiken. Eerst de gele, dan die meer oranje en dan die meer rode. Nou, dan ben ik klaar met dit paletje en I love it. Ik vind de ooglook super mooi. Het is echt heel mooi gelukt. Het blendt allemaal heel mooi samen. Ik heb nu vooral de warme kleuren gebruikt. Maar ik ga ook een look maken met een iets meer cooltone kleuren. Die look komt op mijn Instagram. Dus als je me daar even volgt, kun je al mijn look zien. Het is nu tijd voor eyeliner. En ik heb ook iets nieuws van mijn Revolution. En dat is dus deze Renaissance eyeliner. Ben ik ook heel benieuwd naar. Dit is de Intense Longwear Black Felt Eyeliner Renaissance Flick. Het ziet er allemaal heel chic uit, maar duur is het niet. Het is allemaal heel betaalbaar ook weer. Ik heb dus gezien ook bij Sof dat zij ook deze pen eyeliner gebruikt. Ik krijg hem niet open. En bij haar zag het allemaal heel makkelijk uit en het ging helemaal soepel. Maar in video's ziet het er echt altijd heel makkelijk uit en dan in het echt is het niet zo. Maar hij leek bij haar heel mooi en heel zwart, dus ik hoop bij mij ook. Ik vind hem er in ieder geval echt heel mooi uitzien. De verpakking is ook echt heel mooi. Deze pen hoort niet bij haar collectie. Haar collectie is echt puur alleen de drie lipsticks en het oogschaduwpaletje. Deze is gewoon extra. Deze heeft Revolution ook nieuw uitgebracht. En ik dacht, ja, ik kan die ook gewoon even testen in de video en kijken wat ik ervan vind. Zo ziet hij eruit. Hij is heel dun, daar ben ik heel blij mee. En ik ga gewoon even een wing maken. Kijk hier! Oh my god, wat ben ik aan het doen? Oké mensen, het gaat helemaal mis. Oh my god, deze is super fijn. Hij is ook gewoon mat. Hij brengt heel gepigmenteerd aan. Er komt echt meteen super veel zwart vanaf. Ik heb het hier een beetje verpest. Als je kunt zien, er is hier zo'n klein puntje. Maar ja, dat ga ik gewoon even zo laten. Want als ik die wing dikker maak, gaat het er niet uitzien. Super mooi. Oh my god. Deze is ook echt heel handig in gebruik. Ik denk dat die ook echt heel fijn gaat zijn voor beginners. Dus ik raad deze zeker aan. Deze is echt heel fijn. Oké, dan voor mascara gebruik ik mijn Princess de False Lashes mascara. En voor nepwimpers gebruik ik deze van de AliExpress. Die liggen niet in het doosje. Dit zijn gewoon 3D mink lashes. Dit ga ik even buiten de camera doen, want ik zie dat hij weer oververhit raakt. Dus hij gaat weer zo uitvallen. Dus ik doe hem heel even uit, want dan heeft hij heel even een break. Dan zie ik jullie weer zo.
Oké, mijn wimpers zitten erop, dus we kunnen gewoon verder met het gezicht. Ik ben, by the way, ik wil even nogmaals zeggen, ik vind deze echt heel fijn. Hij is ook niet zo droog. Veel pen eyeliners zijn altijd zo super droog. Nee, het is echt super liquid. Echt, echt een aanrader. Oké, ik pak heel even deze kleur van mijn NYX Contour Set om een beetje hier te contouren. En dan pak ik mijn Benefit Hoola bronzer. Ik moet echt even een andere. Ja, nee, ik hoef nog geen andere taal. En dan ga ik even mijn gezicht bronzen. Nou, het is niet gelukt om mijn witte trui schoon te houden, zoals ik al wel had verwacht. Er zit nou hier beneden zo foundation op. Gelukkig is het niet in beeld. Nou, er zit foundation op mijn dingen. En hier zit een beetje oogschaduw. Oh my god. Nou ja, al had ik niet echt verwacht dat het me zou lukken om hem schoon te houden. Maar ik had er een beetje hoop. Als blush gebruik ik mijn Milani Baked Blush en dit is de kleur Berry Amour. Nou, dan heb ik nog iets van Revolution wat ik nieuw heb en wat ik wil uitproberen. En dat is dit highlighter paletje. Wat ik dus heel apart vind is dat op de verpakking waar deze in zit staat wel de naam. Maar die heb ik al weggegooid. Maar op het paletje staat dus geen naam. Dit heeft een hele moeilijke naam die ik niet kan uitspreken. Maar hij is er in twee kleuren. Je hebt deze. Dit is de lichtere versie. En je hebt nog een donkerdere versie. En je hebt ook een hele handige spiegel. Deze kleuren zien er allemaal heel mooi uit. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik ga denk ik deze kleur aanbrengen op mijn jukbeenderen. De onderste kleur. Maar god, ik heb het even op mijn hand geswatcht. Kijk hoe heftig. Ik ga die donkere kleur ernaast swatchen. Want dit ziet er wel echt heel mooi uit. Kijk even, nou wil ik ze gewoon allemaal swatchen eigenlijk. Want zo ben ik dan weer, hè. Kijk hoe mooi alle vier die kleuren zijn. Super mooi. Nou, ik gebruik mijn Morphe R36. Oh, dit is mooi. Mensen, deze is een stuk beter dan die van Revolution Pro. Die was echt een bende. Maar deze is echt gewoon... Dit is echt heel mooi. Het is ook zo... Mooi roze, maar niet te roze. Wel een beetje huidkleur. Dat gewoon mooi mengt met je huidskleur. Maar je kunt toch wel een beetje roze zien. Ik vind het echt heel mooi. Dan ga ik deze gouden kleur pakken. Voor onder mijn wenkbrauw en in mijn binnenste ooghoek. Oh mijn god, echt. Dit is echt mooi. Het is ook heel heftig. In mijn unboxing, ik dacht toen dat hij niet zo heftig zou gaan zijn. Ik weet niet waarom ik dat dacht eigenlijk. Maar hij is best wel heftig. Ik doe hem niet in mijn binnenste ooghoek, maar wel op mijn neus. Oh mijn god, als je niet te veel wilt, breng niet te veel aan. Ik heb iets te veel gedaan op mijn neus. Ik doe het dan altijd nog een beetje wegdeppen met mijn vinger. Oh, dit is echt mooi. Dan pak ik deze witte en die doe ik wel in mijn binnenste ooghoek. Kijk hoe heftig dit allemaal is. Dan pak ik weer die gouden en die ga ik over de witte doen in mijn binnenste ooghoek. Om het ja, iets geler te maken ofzo. Super mooi. Deze is zeker een go voor mij. Echt tot nu toe ben ik echt blij met alles. En het is ook allemaal zo betaalbaar. Deze is ook rond 10 euro of 8 euro. Iets in die categorie. Welke by the way ook heel mooi is die ik toch even wil laten zien. Is de highlighter paletje van haar eerste collectie met Revolution. Dit is ook weer de SofX Revolution paletje. Deze is ook echt heel mooi en blijft de hele dag goed zitten. Ik ben hiermee naar werk gegaan. Ik werk van 9 tot 6. En om 6 uur zat deze nog steeds op mijn gezicht. Deze is ook echt een aanrader. Oh, ik kan in principe nou wel weer mijn oorbel in doen. Mijn haartjes kunnen nooit gewoon op hun plek blijven zitten. Ik heb altijd van die kleine haartjes die allemaal los gaan zitten. Ik moet steeds meer gel erin doen. Nou, en dan als laatste H3 lipsticks. Ze heeft er dus 3. Ze heeft hier de donkerste kleur. Die heet Fudge. Dat is dus een donkere bruine kleur. Het zijn alle drie een beetje bruin nude kleurtjes. En dit is de donkerste. Dan heeft ze ook nog de kleur Cake. Deze kleur is meer aan de rozige bruinige kant. Maar die is ook heel mooi. Kijk, vooral vergeleken met die andere kun je heel goed zien dat deze echt meer rozig is. Dat is ook een hele mooie. En dan dit is haar favoriet van de drie. Dit is de kleur Syrup. En dit is een bruinige nude ook. En lichter dan de kleur Fudge, toch? Zo heet het. Oh nee, Cake heet. Of heet die Fudge? Nee, wel Fudge. Ik had het goed. En dat is de onderste. Dit is haar favoriet. En waarschijnlijk ook mijn favoriet. Ik vind die het minste, want die vind ik vrij donker. En dan vind ik deze mooi. En dan vind ik deze mooi. Want ik hou ook van een mooie bruine nude.
En de kleur syrup komt daarvoor het meest in de buurt. Ik ga ze even allemaal opdoen. Ik ga eerst de donkerste kleur opdoen, dus de kleur fudge. Nou, dit is dan de kleur fudge. Ik heb het expres zonder een lippotlood gedaan, zodat jullie gewoon echt de kleur goed kunnen zien. Ik raad wel aan om dit met een lippotlood aan te brengen, want ik zie hier dat het helemaal niet strak is. En ja, het lukte me niet echt om het mooi strak te krijgen, want het is heel creamy. Echt super, super creamy. Dus dit gaat er vast ook wel snel af als je eet en zo. Let daar wel op, het is geen matte of zo. Ik vind de kleur super mooi. Ik vind het ook wel leuk gewoon staan met deze look. Al ja, ik denk dat de andere beter gaan staan. Maar dit is dus de donkste kleur fudge. Dan heb ik hier de kleur cake. Dit was er iets meer roze. Nou, dit is dus echt een roze kleur. Deze vind ik ook echt heel mooi. Ik moet zeggen, ze zijn wel echt heel creamy. Naar mijn mening iets te creamy. Deze verpakking lijkt echt op de MAC verpakkingen, zoals je kunt zien. En ik heb ook echt het idee dat ze qua kwaliteit ook MAC wilden nadoen. Een beetje die creamy gevoel. Wat ook zeker is, als je een MAC lipstick hebt, weet je hoe mooi zacht creamy die aanvoelt. Maar niet, ja, niet dun. Deze zijn een stuk dunner. En ze voelen ook een stuk goedkoper aan. Maar ja, ze zijn ook gewoon wat goedkoper. Ik moet wel zeggen dat ze qua kwaliteit een beetje goedkoop aanvoelen. Ook al zijn ze goedkoop. Dus ja, ik weet niet of het dan slecht is. Maar ik wil het gewoon even laten weten. En dan hier de laatste kleur. Dit is de kleur Syrup. Oké, mensen, er gebeurt iets heel raars. Op mijn lippen is de kleur een stuk lichter dan hoe het er hier uitzag. Maar op de plek waarmee ik heb aangebracht is hij ook echt lichter geworden. En hier aan de onderkant is hij gewoon nog de kleur die hij was. Heel raar. Ik ga het even up close laten zien. Kijk, zie je hoe die lichter wordt als je het opdoet? Het is bijna alsof een soort van overspray op zit die donkerder is. Heel raar. Hij verandert gewoon van kleur. Hij wordt in ieder geval iets lichter. Dus dat is wel handig om te weten. Ik vind de kleur nog wel mooi, maar ik vond de donkere kleur die hij dus was, vond ik wel echt mooier. Dus nu is hij wel echt een stuk lichter. Maar ik vind het nog steeds gewoon echt een mooie kleur. Nou, dan nog wat Urban Decay All Nighter. En dan is de look helemaal af. Oké, nou dit was dan de make-up look. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. Het paletje vind ik echt super mooi. Deze kleuren en de kwaliteit echt wowie. Het highlighter paletje ook geweldig. Ik vond hem er niet heel geweldig uitzien. Maar toen ik hem opdeed, het is echt heel heftig. Als je niet van heel heftig houdt, gaat deze niks zijn voor jou. De eyeliner pen. Geweldig. Dit is echt de winnaar vandaag. Echt, deze brengt zo mooi aan. Zo zwart. Voor deze prijs. Echt, het is net zo'n dure eyeliner. Maar deze is echt geweldig. En dan als laatste de drie lipsticks. Ja, ik heb net al een beetje mijn mening verteld. Ik vind ze niet echt geweldig. Ik vind ze een beetje goedkoop aanvoelen. En een beetje dun aanvoelen. Maar de kleuren zijn echt heel mooi. En ik ga gewoon deze kleuren vandaag ook ophouden. Nou, vergeet vooral niet een like achter te laten. Als je dat nog niet hebt gedaan, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want er zijn heel veel mensen die al mijn video's bekijken, maar gewoon niet geabonneerd zijn. Dus waar wacht je op? Abonneer gewoon. Oh god, ik heb steeds... Oké. Ik heb steeds lipstick op mijn tand. Dat bedoel ik dus met echt extreme creamy. Het gaat ook steeds op mijn tand. Vergeet in ieder geval niet een like achter te laten en te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!